So the idea of rekentuin is that we're going to be doing rekenen in the tuin. Yeah. So how does that work? Ik heb een bal. Ik gooi hem. Kijk. Hier? Ja? Hier liggen heel veel plaatjes. Hier ligt eentje van 12. Hier eentje van 17. Ja? Hier ligt eentje van 19. Et cetera. All the way. En it keeps getting 30, more difficult. Ja. Daar is er eentje van 63. En deze is van 77. En ik moet met een bal 20 keer gooien. With this ball? Yeah. Met deze bal moet ik 20 keer gooien. En als ik een plaatje raak, mag ik het meenemen. En als ik ze allemaal heb geraakt, mag ik ze allemaal bij elkaar optellen. En ik weet niet hoeveel het is. En mijn moeder heeft net 192 punten gehaald. Which was within 20, I got all of them except one. Yeah. So you gotta try and... Yeah. Exactly. So this is rekentuin. Okay, let me just do the first one here. So this is... The first throw. Of nou, ik ga 17, denk ik, of 12. Yeah, so you can decide which one. Whoa, in one shot. 12 points. So he picks up the 12 points. So he can also decide to go for the hard ones in the beginning. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga eerst... Okay, so this is combined with gym even, and with ball accuracy. Ah, what is that from here? Okay. Corona school afternoon, first day.